Nou, ik ben hier vandaag niet op de zaak, maar in... Okay. Look up met... Finally! Here I want to show you that we want to bring the crane operation also to a completely different level. Ik ben dus net bij stonden te kijken, is dus een kraan. Een vaste torenkraan die vanaf de grond bediend wordt bij computerscherms. Kijk eens even hoe huge. Hoi, wat leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. Ik ben hier vandaag niet op de zaak, maar in München, want ik ben op de Bauma. Ja, ik ben uitgenodigd door Liper voor het social media programma. 2 dagen, dus ja, ik ga jullie meenemen. Okay. Look up met... Finally! Nice. You're excited? I can't wait. Yeah, I'm buzzing. Okay, so we're gonna walk around the stand. Right? Yes. Yeah, we're gonna have a look around. Yeah, hear some things about Lieber, about what innovations they've got going on, and see what's happening. And we're the only 2 females, right? We are the only 2 females. Okay, jongens. Katie here. We krijgen een rondleiding op de stand. Dus ik ben benieuwd wat we horen. Hey. Hello. How are you? I'm very good, thanks. How are you? Yeah, I'm fine. Are you enjoying your time at Lieber? Yes. Do you? I always enjoy my time with Lieber. Okay, but do you want to know something, a secret? I hate talking in English because it's terrible and now I have to do it on camera, so that's so nice. So I hear myself back. I'm typically British, I only speak English. Okay. England. Okay. Fair enough. Now, Markus, our product manager for fiberwalk cranes and laughing chip cranes, and Sebastian from our business area construction, logistic and connected solutions. My name is Daniel and I'm responsible for public relations at Liper Tower Cranes and have some keywords about our division for you. We have been in existence for over 70 years and we are one of the biggest manufacturers of tower cranes in the world. We offer fast erecting cranes, top slewing cranes, laughing chip cranes, special cranes and construction cranes. Has shown you what we are doing with the cranes for the future. We bring upgrades to those cranes, we have assistance systems, we bring a new touch screen as interface for the crane driver. Here I want to show you that we want to bring the crane operation also to a completely different level. Okay, ik ga jullie in de volgende video iets meer over laten zien, maar wat het is eigenlijk waar we dus net bij stonden te kijken is dus een kraan. Een vaste torenkraan die vanaf de grond bediend wordt bij computerscherms. Een soort, hoe noemen we dat, spelletjes. Our smallest reloader, up to the L586 X-Power. This is our largest reloader, that weighs around 33 tons. Toen we als eerste hier aankwamen, kregen we een lunch en leerden we iedereen kennen. Inmiddels ben ik met 14 andere influencers, fotografen, etc. op de Bauma. We zijn op de Liper stand en we krijgen eigenlijk eventjes een rondleiding langs alle machines. Ik krijg uitleg over de machines. Ik heb net van de torenkraan al iets super interessants gezien. Want eigenlijk verschillende dingen die ik hoop morgen te gaan uittesten. Dit is echt... Ik ben hier dus nog nooit geweest, maar dit is echt bizar.
Kijk eens even hoe huge. Ik sta hier voor het hijsblok van een 2500 tonner. Moet je even. Maximaal 2000 ton tillen. How was your day? It was great. Yeah. It was really informative, a lot of information, mining, piling, cranes, diggers, dozers, everything. No, it was really good. Okay, we zijn weer terug in de Bauma, of de Liebherr stand. En we hebben even een drankje en een hapje en dan gaan we zo meteen richting het hotel. And tonight we're gonna have a nice dinner. Have a beer. Have a beer. Katie wants a beer, loves beer. En ik hoop jullie nog voor te kunnen gaan stellen aan nog wat andere mensen hier. Douchen, omkleden en dan gaan we met z'n allen uit eten. Oké, ik ben inmiddels terug op de kamer. Het was echt een super toffe dag, maar wel echt heel vermoeiend. Ook vooral omdat we denk ik zo vroeg in het vliegtuig zaten vanochtend. Dit is deel 1 en morgen start ik met deel 2 van de video's. Morgen gaan we hele toffe dingen doen. Bedankt voor het kijken. Ik ga lekker slapen. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei!